zelfbehandeling van pijnklachten rond de grote teen, voornamelijk optredend bijvoorbeeld bij lopen. In de volgende video wil ik u laten zien wat u zelf kan doen in het geval van pijnklachten rond het basisgewricht van de grote teen. Die pijn treedt vaak op in deze regio. En ja, dat is dan echt lastig dat bij elke stap die men neemt pijn optreedt. Wat zelf ondernomen kan worden is het volgende. Je gaat zitten in deze positie. Men neemt de duim van de linkerhand en plaatst deze hier aan de zijkant van de pees van de grote teen. Je geeft een druk naar beneden, trekt de teen op en voelt of daar pijn optreedt onder deze duim. Tot je een plek tegenkomt die echt extreem scherp gevoelig is. Als dat het geval is, dan houd je de duim op dat punt, trekt de grote teen op en daarna de voet in de enkel optrekken. En dan weer terug. Een heel rustige beweging, drukkend op de scherp pijnlijke plaats, grote teen optrekken en de enkel optrekken. Deze beweging die herhaal je ongeveer een keer of 6-7. En je zult merken dat eigenlijk al na de vierde keer de pijnlijkheid, de scherpte van deze manoeuvre duidelijk afneemt. Daarna ga je verder en zoekt of er nog andere plekken zijn die dezelfde scherpte onder die druk doen optreden. Als dat het geval is, herhaal je diezelfde manoeuvre. Druk geven op de scherpe pijnlijke plaats, grote teen optrekken en de voet optrekken in de enkel. Wederom zo'n keer of 6-7 deze beweging herhalen. Je kunt daarna testen of het effect ook zich uitstrekt al bij het lopen. Vaak is het al meteen eigenlijk al merkbaar dat de pijnlijkheid die aanvankelijk optrad bij het lopen in deze regio, dat die een stuk minder, misschien zelfs al weg is. De achtergrond van deze klachten is vaak gelegen in een gewoonte waarbij men tijdens het lopen en de afzet van de voet de tenen klauwt. Dus een buiging van de tenen terwijl men eigenlijk de stap zet. En dat is niet goed. Een tweede achtergrond is dat bij bepaald schoeisel mensen de neiging hebben om de tenen te buigen tijdens het lopen. En dit betekent een overbelasting voor het betreffende gewricht hier van de grote teen. Het oplossen ervan is dat men tijdens het lopen eerst maar waarneemt of dat het geval is. En als dat het geval is, dat men de afwikkeling van de tenen ontspannen laat plaatsvinden. Een tweede handgreep die hierbij gedaan kan worden is het volgende. Veelal speelt zich hier ook in deze regio iets af wat bewerkt kan worden als volgt. Men plaatst de duim aan de zijkant, zo half zijkant van het kootje van de grote teen. Je geeft een druk naar beneden en je buigt verder de teen naar beneden. En dit is zeker een goede handgreep om te doen als er sprake is van een scherp gevoel onder deze duim bij de uitvoering van deze handgreep. Je zult daarbij ook merken dat die scherpte af gaat nemen als je deze beweging een aantal keren, zeg 6 tot 10 keer, hebt uitgevoerd.